Oh, lekker zitten. Zo, dan ga ik jullie vandaag eens vertellen over het grote verhaal van Marcus en zijn allerbeste vriend. Ze gingen het grote huis binnen en daar begon het hele avontuur. Ik neem jullie mee in dit avontuur. Vandaag ga ik een mega groot huis in. Zijn we met Robin? Ja. Robin, ben je er klaar voor? We staan hier voor een... Waarom vraag je dat toch altijd? Ja, stel je bent er nou een keertje niet klaar voor. Dan wachten we gewoon nog even. Oké. Okay. We staan hier voor een mega groot huis. En de bedoeling is dat wij naar binnen gaan en dan weer naar buiten. Wat eigenlijk heel simpel te zeggen. Dat is simpel. Als we helemaal binnen zijn, kom je zeg maar minder makkelijk weer buiten. Maar voordat deze video begint, jongens. Ik weet niet wat mijn editor ervan gaat maken. Tegenwoordig laat ik hem allemaal gifs en weet ik van wat. Maar dit betekent abonneren. Dit. Dus abonneer. Robin, zeg jij het nog eens even. Abonneer. Abonneer. En hoeveel likes gaan we? 3829. Oké. Er staan hier allemaal tips. Barrels can blend in. Dus barrels kunnen, weet ik veel wat. Weet je, wij lezen de tips wel en dan gaan we gewoon spelen. 1, 2, hoppakee. Huh, wat is dit? Oh, maar deze komt allemaal tekst. Ja, wil je easy, medium of hard? Easy. Nee, doe maar medium. Je klikt wel medium. Oh, escape the house level 1. Oh my days, wat is dit lijp gedaan? Wat heb je dit goed in elkaar gezet? Ja, dankjewel. Ik heb hier uren aan besteed. Echt uren. Kijk, daar kun je ook uit het raam kijken. Zie je dat? Oh. Dat is echt een raam. Huh? Oh, dat zijn banners. Wow, wat lijf. Nee, laten we even kijken waar we beland zijn, Toos. Wat zijn staat hier in de tekst? Klik op deze tekst om de map te openen. De walkthrough. Nee, die hebben we helemaal niet nodig. Nee joh, dat maakt allemaal niet uit. We gaan dit zelf fixen. Kijk, ja, we gaan dit zelf fixen. Ik heb hier gelijk al een sneak preview naar de meerdere ruimte. Oh ja, een sneak preview naar de andere ruimte inderdaad. Ah, we zijn op floor 1. Laten we even eerst onderzoeken. Wat oh! Huh? Waar ben je? Doei, ik ga met de lift naar boven. Huh, wacht, de lift moet naar beneden. Oh ja, nou roep je de lift weer. Verdorie. Huh? Wacht, doe eens naar waarheen? Nee, daar gaan we zo meteen naartoe. Wat lijp. Oké, we kunnen hier in deze ruimte kun je in principe niks, want die deur die... Oh, die zit op slot. Deze niet, maar daar kunnen we niet heen, dat weten we. We kunnen wel naar boven. Obviously, zie ik hier. Dan heb je... Zie ik nu al... Ja, een barrel. Meerdere barrels, zo met een clue en een chain helmet. Maar je bent gewoon naar boven, of niet? Hallo. Ja. Hallo. Er stond namelijk aan het begin bij de tips en zo. Dat je gewoon goed onder trapdoors moest kijken en dat barrels verstopt waren. Ik heb een clue en een helmet. Ah, dit is ook weer een sneak preview naar de volgende kamer. Ja, oké, maar daar hebben we wederom niks en dat is het vervelende. Zit hier het achter? Ja. Echt? Verdorie inderdaad. Maar helemaal niks. Oh jawel, een sign met de staat links parcours. Er is hier een parcours, Robout. Oké. Ik zie het al, ik zie het al. Dit is het parcours. Ik doe de helm even op, oké? Ja, dat deed je ook per ongeluk. Ja. Kijk, dit is een parcours. Hoi! Kan ik hier dan in? Waar ga jij nou naartoe dan? Want hier ligt... Clue, er ligt hier een clue. Huh? Hoe ben jij daar gekomen? Dat was niet de bedoeling. Je moest het parcours doen. Hoe ben jij daar gekomen? Nou, gewoon via deze kant. Hey, maar ik denk dat ik de helm hier moet stoppen, zie ik nu al. Maar een clue, willen we een clue? Want hier is nog een clue. Ik heb ook de clue. That suspicious pink wool may be giving you a hint on how to get through the painting above the fireplace. Dus wool heeft hij het over. Oh, deze. Huh? Zie je dat boven mijn hoofd? Ja, je naam. Nee. Er is een soort van rode bloedpartikels boven mijn hoofd. Nou, nee hoor, Marcus. Ga je er maar zelf eens op staan. Waarop? Op die roze wol, dat stond toch in de clue? Zie je weet die boven niet. Je hoofd nu? Oh ja, ik krijg nou wat. Nou, ik snap er helemaal niks van. Maar er staat, die wol, die mag je misschien een hint geven hoe je bij de, door de paint, want we moeten door de painting boven de fireplace. En dat geeft ons een soort van rood bloed. Ik heb ook een clue. Ja? Green leather armor, or is that a placeholder for Turtle armor, dat is deze. Dus hier moet misschien... Een helm op, een turtle helm. Ja, die hebben we niet. Ik heb wel een chainmail helm. Chainmail helmet. Kijk, zo. Hey! Het doet niks dit. Wat is er? Hey! Wat hebben we eraan? Hey, een gouden helm. Een gouden. Plaats die maar gewoon ergens op. Nee, maar wacht eens. Wat? Ah, die hoort hier. Maar er is nergens chainmail armor voor de rest, volgens mij. Of wel? Ook niet in de sneak preview naar de volgende? Nee. Nee. Zullen we de lift eens nemen naar een andere... Ja, wacht even. Daar heb ik ook een clue van. Oh, wacht. Nog meer clues. Er zijn nog meer clues hier. Okay, een turtle shell helmet heb ik. Kijk, zie je. Daar zit je. Het doet niks. Ik denk dat we alles moeten hebben. Ja, oké. Maar ik heb nog meer clues. Dit is een clue...
dat barrels makkelijk gewoon ergens in geblend zijn, weet je? Gewoon makkelijk verstopt zijn, dat is de clue. En nog een clue. Toggle your perspective twice, dus je perspectief twee keer, dus naar F5. While looking at the painting for more clues. Kan je dan niet hetzelfde hier met die painting? Dat je erachter gaat op deze manier? Nee. Dat is wel slim gedaan. Dat je misschien zo door paintings kan kijken. Ja! Wow! Moet je eens komen? Wow, dit is lijp. Als ik hier sta en ik doe F5. Do you see any chainmail armor stands? I don't. Nee, inderdaad. Ah, wow, wat cool gedaan. Wacht, hier is sowieso nog één. Sowieso hier nog één. Ja. Check behind all paintings throughout the whole map. Oké, dat moeten we blijven doen dus. Waar ben je? Hoi! Wat? Achter je. Huh? Hallo. Hoe kom je... Oh, dat was het parcours dat je moest halen. Ik denk het wel. En? Een diamond helmet. Ah, plaats die maar. Maar kijk, dit moet je even doen. Je moet hier staan zo, dan in F5. En dan kan je zomaar door de painting heen kijken. Snap je? En dan staan, er hints. Dat is echt heel lijp. Maar dat moet je, dat werd als tip gegeven, dat moet je echt bij elke doen. Dus ik heb er bij die gedaan, die gaf die tip. Zullen we even naar de tweede verdieping gaan? Even kijken wat er is. Nee, wacht. Eerst, want ik heb die hint, staat. Dit is de lift. Je kan andere verdiepingen unlocken door de hele map. En de tweede verdieping is waar je zult respawnen. Oké. Nou, daar hebben we nog niet heel veel aan, maar... Maar we moeten sowieso iets hiermee, met deze, want... Met welke? Ja, met dit ding. Ja, dat is een tip voor wat daar ligt. Dus dan zou je zeggen iets met bloed of zo, weet je. Het zijn rode particles erboven. Hey, chainmail. Wacht, laten we die chainmail even op het ijzeren doen. Misschien misschien moet dat wel, inderdaad. Nee, er gebeurt niks. Hmm. Wrong helmet. Oh, er staat ook wrong helmet staat erop. Hier staat... echt? Ja. Ah, dat stond ook toen ik hem erop deed. Dan kreeg ik wrong helmet te zien. Dus misschien hier nog gewoon ergens chainmail armor, toch? Maar we hebben hier... Heb je deze ook al gekeken? Waar? Ja, hier is er nog een, hè? Oh, ja, of had je deze al? Ja, dat is die hint waar ik het van aanhield. Ha. Ha. Maak ze rust. Open deze. Deze. Oh. En dan deze. Oh. Oh. Een iron helmet. Oh. Wat de hel? Wat lijp gedaan, ouwe, dit. En hutjeflat. Huh? Wow. Ik denk, ze hebben items in hun handen. Deze ook. Huh? Golden horse armor. Oh, laten we die eruit pakken. En diamond. Die kan je pakken. En ijzer en een ladder. Een groene ladder. Ja, okay. Wat dan nu? Wat moeten we daarmee met die horse armor? I'm not dying. Moeten we nu echt niet naar de tweede verdieping hiermee? Voor mijn gevoel hebben we wel bijna alles op deze verdieping gedaan. Wacht eens eventjes. Wat? Max. Ja? Ga naar boven. Ja, oké. Moet ik op Spring de... Spring op mijn hoofd. Oh! Oh ja! Oh my days! Dat zijn barrier particles. Oh, kijk, en dan kan ik ook... Wow! Springen? Nu moet je springen. Wacht, ik ben bijna dood. Regeneration staat uit. Is dat erg? Oh, weet ik Komt niet. Komt-ie. Ja, ik ben er doorheen. Ah, en hier heb je... Kijk, hier kunnen we dan alle armor doen. Die hier. Ja. Oh. En die hier. Hey, unlock level 2! Ja! Oké, dat is duidelijk. We weten dan ook dat je echt pas naar level 2 mag. Als, je mag pas naar level 2 zodra dit gebeurt, weet je? Huh? Dat hoofd volgt je. Ja. Huh? Oké, wat ontzettend het lijp. En het is duidelijk nu ook damage hoor je te krijgen, want nu level 2, dan ben ik helemaal geheeld. Oké, ik heb nog steeds chainmail helmet, dus die hou ik maar even bij me. Een barrel met de glue is... Each music disc and its hidden location are color-coded. Oké, dus we hebben music discs nodig. Ik heb een kompas en daar staat dan... waar wijst die naartoe? I don't know. En, ja, ik ook niet. Oh, hij wijst hier naartoe. Oh, Een knop. Hey, laat het eens verschijnen. Nee, dat komt doordat je ernaar kijkt. Zo, nu is hij er weer. Klik erop. Oh! A secret passage has been opened. Oh, wow! Gast, wat amazing! Oh, hier is dit zijn de color-coded music discs waarschijnlijk. Laten we deze helemaal klikken, misschien dat het iets... Can be placed on jukebox. Dit is een... Huh? Oké, in ieder geval, laten we hier even mee wachten. Oh, kijk, dit is nog unlocked ook, zie je? Hier kunnen we nog niet doorheen. Oh, maar dit is de kast die open is gegaan. Wat ontzettend gaaf. Maar wat ik ook al... Wat mij Boven gelijk opviel... Een clue. Oh, kijk, wat mij gelijk opviel eventjes... Is hier, is weer zo'n painting, dus daar ga ik even doorheen kijken. Ja. Oh, maar hier is niks, deze painting. Oh, maar wacht, dit hoort er ook allemaal op. Oh nee, wow, locked area. Ja, hier kan ik niet doorheen kijken door deze painting. Hey, music disc gevonden, rode. Ik denk dat die color-coded hier moet, in de secret passage, in de rood. Ja, ping, dat was een goede ping. Goede ping? Goede ping. Er staat in de clue, don't forget to use the lectern. Oh, die staat gewoon hier. Hier een waar? Oké, maar wat kan je ermee? Ja, niks. Ja, daar hebben we zeker een boek nodig. Kan je niet nog iets met het kompas? Wijs er niet nog ergens naartoe. Oh, hier nog één. Oh, remember the, onthoud de hints van de vorige levels. Sommige die blijven door de hele map. Dan is dit sowieso een painting ding. Dat moet wel. Wat? Omdat dat ding hier staat en hierboven is een painting, dan weet ik zeker dat... Dat je door de paintings heen kan kijken. Ja, dat dacht ik ook. Kijk, daarom zit ik ook al zo te kutten en te kijken. Maar hier kan je weer niks vinden. Er zijn niet echt paintings waar je doorheen kan kijken.
Ja, hier. Item frames can be hidden behind banners. The item frame may look empty. No, that it isn't. Give it a click. Oké, dus item frames kunnen achter banners zitten. Ja, dan is die hier. Juist, daar heb je hem. Ja, ik heb hem. Ik heb een boek. Stop. Zit hier misschien nog iets achter? Nee. Het boek moet je denk ik in de lantern stoppen. Wat staat erin? Waar wijst het kompas naar? Ja. Hoe krijg je eigenlijk music discs in Minecraft? Big step coming soon. Oké, plaats hem maar in de lantern. Misschien dat het iets doet. Oh, ja, hier. Ik zag het gelijk gebeuren. Een music disc 13, dat is geel. Color-coded. Die moet op geel. Hoppakee, nu moeten we nog blauw en groen. Maar hoe gaan we daaraan komen? Ik denk, kijk, als ik die painting daar maar, zie, dat ik dat zo moet. Wat nou hierheen. Als je... Ik ga eens heel even wat ja, anders doen. Ja, iets gevonden. Oh, de groene. Oh, sorry. De groene. Hoppakee. Waar heb je die gevonden? Hierachter, zoals ik al zei. Ik denk dat hier achter wat zit. Nou, dan kijk ik hier achter de fireplace. Ja, dat had ik ook al gedaan. Ik heb nu voor elke painting gecheckt. Groen, check. Nog één te gaan en dat is blauw. Waarom denk ik dat het iets te maken heeft met dit hoofd? Wat ja, ik ook. Of met die turtle shell. Don't jump on me. Swing from the chandelier instead. Ja, daarboven! Oh! Ik heb nice! Hem. Ik heb blauw. Die turtle dat ei heeft ons gewoon echt een tip gegeven. Oh my, deze is goed. Unlocked, level 3. Fine dining. Oh, dat is hier links. Dat zag ik al. Ja, dan moet toch wel rustig gaan. Wat? Ja, je rent overal door naartoe. Ja, ik merk het. Oké, volgende. Laten we eerst kijken wat we moeten doen, waar we heen moeten. Oh! Ah, Marcus! Nee! Help! Memory! Oh, een cornflower, een cake, een pink tulip, sugar. Oh, maar we hebben de tijd. Cornflower, kan je die vinden? Ja! Ik zit opgesloten. Oh, waar, waar dit allemaal stond, moet ik doen. Ik mijn god, maar wacht. Oh, ik snap hem al. Nee, ik snap hem al. Zeg maar, waar dit allemaal stond, kijk, waarschijnlijk gaat hij nu resetten. Let op. En dan moeten we onthouden voordat we naar binnen lopen waar alles stond. Kijk, komt ie. Dat is 100%. Ja, kijk, onthoud waar alles staat. De cake staat in het midden. Dat doen we dan zo meteen, want we zijn eerst hier. Nee. Oh. I don't know. Ja, oké, we doen eerst wel dit. Hier is weer dicht. Hier een barrel, weer in de kandelaar. Een carrot. Een golden carrot. Weet je nog wat voor items je net kreeg, of niet? Ja, kijk, dat is het ding. Je moet nu alles memorizen wat je hier ziet. Ik zie daar de paarse plantjes staan. Cake in het midden van de tafel. Een bruine paddenstoel daar. Linksachter in de turtle shell. Oké, ik hou onthoud de tafel. En rechts onthoud ik, oké? Daar een beetje rechts. Als jij daar links onthoudt. Wacht. Hier is nog een deur. Ik kijk hier ook even. Oké. De cornflower staat daar op het schapje. Dat is die blauwe dings, toch? Ja, klopt. Oké, dan zie ik daar rechts zie ik een paarse bloem. Daar zie ik ook een paarse bloem. Cake. Oké, ik ga het gewoon proberen, oké? Ja, is goed. Oké. Heel snel, alles oppakken. Cake, die hier, dan... Hier links van jou, hier. Daar op dat schapje, daarboven, de cornflower. Daar, de cornflower, ik weet, en daar hier, links, die. En dan waar is links de beacon? Achterin, ja? Links achterin moet op dat blokje daar met die twee trapdoors, ja? Moet turtle egg. Turtle egg? Nee. Oh, niet daar, waar dan? Nee, waar je nu blokje. Op staat. Oké, dat onthouden we. Ja, wat nog meer? Ja, verder weet ik niet. Oké, dit is prima. Wat heb je we hebben een beacon. Ik had een spider eye en een oranje bloemetje. Oranje bloemetje daar links achterin, zie je hem? Waar? Oh, de beacon is de lamp. Oh, de beacon is de lamp. Oké, en de oranje bloemetje, waar is die? Ja, links achterin bij die turtle egg. Oh, dat zie ik niet. Maar dat maakt niet uit, dat zal ik hem stoppen. En de spider eye, maar die zie ik niet. Oké, mag ik het nu proberen? Ja, sure, ga maar. Ja, zullen we het gewoon doen? Ja, gaan. Go. Oké. Waar komt die spider eye vandaan? Kijk in het midden. Deze. Daar, op tafel, in het bloempotje moet de paddenstoel. Ja, deze moet hier, deze moet hier. Ja, paddenstoel daarin. Paddenstoel. Paddenstoel, ja. Paddenstoel. En dan op de andere hoek moest die sea pickle? Ja. Oh, wacht, hier liggen nog meer dingen. Sea pickle op de andere hoek. Dan daar rechts, rechts van je in die dinges moet die paars. Hé, ja! Huh? Oh. Maar waar moest de spider eye dan? Oh, hier. Hebben we een boekje. Huh? Oh, dat is een item die we gewoon kregen. Ah, craft a fermented spider eye. Make the ingredients with the potion they would make. No brewing needed. Op dat moment kwam er een boek bijna tot leven. Met een of andere grote lichtflits die de hele kamer verlichtte. En waarin stond... wat stond er ook weer in? Nou ja, maakt niet uit. Er stond in dat je moet abonneren als je meer van dit soort dingen wilt zien. En laat ook zeker een like achter en dan gaan we verder met het verhaal. Kijk, gaan we eerst even alle paintings checken. Ja, hier. En? Check voor... Oh ja, sorry. Ik heb nog een clue. Check de lectern in de hoek van de kamer. Maar dat hebben we nu gedaan. Ja, die hebben we nu. Check the previous room again. After the memory clue, this room has no items hidden for you. Oh, dus we hebben hier geen extra items. Dat is een goede tip die we krijgen. Ja, dat is fijn. Dankjewel. Oké, ik heb hier een fermented spider. Fermented spider eye maak je toch met suiker en... Oh,
daarom vinden we die items. Want hier is een Potion of Weakness. Die kan ik niet pakken. Maar ik heb wel een Golden Carrot. Dus wat hebben we nog nodig dan? Oh, hier zitten ook potions in. Een Potion of Leaping en een Potion of Healing. Ik weet dat je met een Spider-Eye maak je Potion of Weakness. Dus doe hem eens hierin. Misschien is dat wel de thing. Ja, maar je moet een Fermented Spider-Eye maken. Oh. Ik hoorde hem. Ja, ik hoorde hem ook. Maar, hier zit sowieso weer item frames. Hoe maak je een Fermented Spider-Eye? Ja, hier zit hij. Hier, clue. Feel free to Google potion recipes if you don't know them. Ja, maar dat weten we. We weten, Fermented Spider-Eye maak je die. En nog een. Hier, Barrel Glinstering Melon Slice en... Oh, that's it. Maar hier staat dat je een Fermented Spider-Eye moet maken. Maar die maak je met suiker, een Spider-Eye en een mushroom. Een bruine mushroom. Kan je die eruit pakken? Ja. Nou, probeer maar met de bruine mushroom. Heb je hem? Ja, ik heb een Fermented Spider-Eye. Oké, probeer die dan. Wat moesten we ermee? Wat was het... Laat even lezen. Craft the Fermented Spider-Eye matched ingredients with the potion they would make. Dat is deze. 100% is dat de weakness, Fermented Spider-Eye. Oké. Kijk, there you go. Ja, nu snap ik hem. Oh, dat moeten we met de rest doen. Dan moet je die Golden Carrot en de Leaping doen? Nee. Oh, niet? Dat is de Glinstering Melon. Nee, dan heb ik mijn Rabbit Food. Ah, ja. Dan hier voor de Potion of Healing is de Glinstering Melon. En voor die andere is de Golden Carrot. Huh? Is er nog één? Misschien moeten we weer Fire craften. Resistance. Fire Resistance krijg je misschien met een... Huh? Misschien moeten we het nog mengen met iets wat we niet hebben gevonden. Zoals die item frame daar bovenop, de plant hier. Hoe pakken we die? Oh, hier zit een... kijk. Oh, wauw. Ah, magma. Die moet daarin. Oh, sorry. Hey, greenhouse. Oh, dat is hier volgens mij. Volgens mij... Ja, dat zag ik net al. Hoezo ben je nou weer aan het lachen? Ik ben gewoon enthousiast. Jij spreekt er overal naartoe. Clue, voor mij. Remember to keep an eye out for tulips. Weet je wat ik trouwens lijp vind? Elke keer is onze inventory, alles wat je niet meer nodig hebt, verdwijnt ook als je een level haalt. Ja, precies. Dus je houdt geen onnodige dingen over. Nog een clue, daar zit. Can you see the white tulip? Might be, get a better view of it from high up. Dus dat we omhoog moeten en dan kan je misschien... Oh, ik zie de white tulip, zie ik inderdaad, ja. Ik ga hem afpakken. Ik heb de white tulip, want er was hier de clue, remember to for tulips. Dus laten we alle tulpen die we kunnen vinden, pakken. Hey, ik heb nog een clue. En dat is? De leaves dichtbij kunnen een geheim pad zijn. De leaves dichtbij, wacht, hier zijn allemaal barrels. Had je die al gepakt? De leaves dichtbij kunnen een pad zijn. Een soort parcours of zo. Oh, maar deze, Robin, ja, je hebt het goede. Dit is 100% een goede. Ja, dat denk ik wel, toch? Dit is 100% een goede route. Nee, hier boven? Niet. Hey, ja, dat is een oranje tulp. Ja, dat heb je goed. En hier zie ik een rode tulp. Wow, die heb ik ook. Kijk. Het gaat de goede kant op. Ja, dan is dit sowieso... Dan was dit het waarschijnlijk voor dat bovenste stuk. Ja, denk het wel, ja. Ik denk dat we alle kleuren tulpen gewoon moeten hebben. Ik denk dat legit... Oh, hier is een clue. De nearby... Oh, die clue laat je gewoon erin zitten. Maar wat moeten we met de tulpen? Dat is de vraag voor mij vooral. Misschien moeten we ze gewoon allemaal hebben. Dat er dan vanzelf... Oh, ik heb een geheime kamer gevonden. Oh, waar? Hier, kijk. Een laddertje naar beneden. Ja, oh, kijk, en hier moeten we ze kwijt. En we hebben ze volgens mij allemaal al. Rood, wit, en jij hebt die andere twee. Ik heb oranje en roze nog niet. Oh, roze hebben we nog niet. Ah. Maar misschien zit hij dan wel hierin. Ergens. Ik zie hier een barrel, oh, die is leeg. Wat is de clue? Ah, dit water zorgt ervoor dat de bloemen groeien. Maar wat kan nog meer het water verbergen? Een barrel en nog een barrel. Misschien tussen die waterdingetjes, weet je? Tussen al die streepjes op de grond. Hier. Oh, kijk. Komt-ie. Hier kan je doorheen. Hoppakee. En een barrel met een clue. En een pink tulip. Aha. Close, there's another barrel in here. Ah. Tonk. Hey, de keuken is geunlocked. Laten we naar de keuken gaan. Nou, we zijn in de keuken aangekomen. Ben benieuwd. Wat me meteen opvalt is dat we verschillende kleuren banners met bordjes achter iets. Ja, oké. Dus dat gaat mogelijk wat zijn. Pas op dat je die dingen niet sloopt, want dat gaat hem volgens mij... Oh, dat maakt niet uit. Oké. Nee, dat weet ik niet. Oh, eten! Ik eens eten. Oké. Oh, maar... hier allemaal bowls. En cups, inderdaad. Ik pak ze al gewoon allemaal. Remember, barrels can become hidden when facing away from you. Ja, dat weten we. Ik neem alle cups, neem ik gewoon mee. Ik heb hier beetroot. 1 van de 6, denk ik. Moeten we... Fancy floss. Kan je die hierin doen, die gele of roze wol? Jeetje, mooi na. Of niet? Ja, moet dat, denk je? I guess so. Doe maar, misschien hoor je ping. Ja, dat moet in ieder geval, dan weten we dat. Oh mijn god, ik laat al die cups toch maar liggen, want het zijn er te veel. Ho! Huh? Heb je dorst of niet? Dan pak ik even een drankje. Ja, pak maar lekker. Ja, hier. Ah, kijk, top. Thanks, ik drink er wel. Ja, is goed. Voor de borrel. Lekker. Lekker. Oh, wijn. Oh, de kraag ging aan. Dankjewel. Wat lijp. Oké, nee, dit is beetroot 1 van de 6. Misschien moeten we alle beetroot pakken. Die lag nog meer. Jij hebt ook een beetroot, toch? Ja. Misschien als ik die aan jou geef, dat die dan 2 van de 6 staat. Nee, er staat wel 1 van de 6. Maar misschien moeten we de 6 hebben. Hey, een trident met erop loyalty. Any targets to practice on? Ja, daarboven hier.
Waar? Ah, komt ie. 1 en 2. Wow, Bucket of God. Huh? Waar moet hij? Dit blijft me maar verbazen wat hier allemaal gebeurt. Oké. Wat hoor je hier ook zo'n smerig geluid? Een soort slime. Alsof mensen hier aan het... Ik aan het chappen zijn hier. Het is echt heel vies. Oh, misschien is dat daadwerkelijk het geluid. Oh! Samen ook, hè? Samen, ja. Wat staat hier? Samen. Notice the chest name. Top chest. Ah, dan is er ook nog een andere chest. Neem ik aan. Item hopper, kopwebs. Oh, ze moeten de kopwebs eruit. Zit hij verstopt. Oh. Hij zat verstopt, snap je? Nu is hij niet meer verstopt. Nou, ik heb hem gevonden. Wat? Wat heb je gevonden? Nee, ik heb weer 2 beetroots. Oh, drop ze maar. Dan hebben we er nog eentje nodig. Maar ik weet in ieder geval dat ik de kopwebs hieruit heb gehaald. Ja, waardoor het ding is niet meer verstopt zit. Ik heb hier... Hier staat ook allemaal kopwebs in. En dit... Deze barrel hier boven de koelkast. Kijk. Tonk. Tonk. Tomsi doet het iets, maar nee. Oké, maar laten we dan even die clue van deze kist. Want hij zei top chest. Dat stond hier. De chest name. Wat is dan de bottom chest? Huh? Wat heb je gedaan? Je hebt hem leeggemaakt. Nou... Ja. Ah, en dat opent hier een... dit is de vieze dinges. Ik heb, dan hangen hier koeien te drogen. Gadverdamme, ik heb hier ice cream gevonden, dat is blauw. Een ice cream cone. Wat? Oh, hij is degene die dat geluid de hele tijd maakt. Maar ik ga hier... Nee! Ik ga hier wel niet... zit er een button? Ja, maar er zitten al... Ik heb 2 nieuwe items, die ga ik even proberen... Wat? Oh, je moet hier niet in het water gaan, want dan krijg je damage. Oeh, je body is freezing. Ah. Maar kijk, ik heb een ice cream cone en ice cream. Kan ik de ice cream niet gewoon bij blauw erin doen? Nee. Bij deze dan? Nee, die moet misschien... Ja, ook. Kijk. Dat is in ieder geval top. Ja, iedereen heeft zijn gerechtje nodig. Ja, iedereen heeft zijn gerechtje nodig. Daar komt het op neer. Zit hier een beetroot tussen? Nee. Ik had echt verwacht... Oh, wacht. Kleuren. Zie je het? Oh, en nu een bucket of kot. Misschien moet die kot wel hierbij. Nee. Wat een vies geluid, zeg. Ik dacht dat die kot hierbij had gemoeten. Maar, ik had hierboven had ik ook wijn. Moet dat dan... Hebben we ook een paars of niet? Ja! Huh? Wat heb je toegevoegd? Nou, er zat hier... Deze brewingstand zat wijn. Dus ik dacht, toen jij zei dat iedereen zijn gerechtje moest... Ja, wacht, ik ga gewoon bucket of kot. Nee. Oké, rood en lichtblauw hebben we dan nog. Ice cream cone. Ik denk dat die kelder nog niet klaar is. Hoeveel heb jij? 5, en we hebben er 6 nodig, denk ik. Ja, dus we moeten... Anders focussen we eerst daar even op. Ja. Want, ja, je kunt beetroot soep maken. En heb je er 6 voor nodig? Denk het wel. En een bol. En een bol, ja, dat hebben we. Maar weet je wat het is? Kijk hier beneden, kom eens. Ja, ja, kom maar, wacht. Oh, ik heb... Wauw, je hebt een beetroot gemist. Echt? Ja, oh, maar deze. Ik heb een beetroot. Oh. Oké. Hij zat hierin. Oh, maar deze. Hier is een crafting table. Heb ik een bol nodig, ja, even? Pak jij een schaaltje uit de kast. Ja, even een schaaltje, hier. Moet ik ook nog een, ik pak ook een spoon erbij. Oh, ik wacht niet. Oh jawel, beetroot soep, hè? Huh? Oh, dat moet ik zelf maken of zo. Hoe zit dat? Ja, ik denk het wel. Ja, beetroot, komt hij de rode. Hoppakee! Ja, yes! Oké, dus hebben we... Wat zou dit nog kunnen zijn? Ja, ik denk dat dit met... Kijk, dat wil ik al de hele tijd laten zien. Ja, het spijt me. Kijk, hier heb je kleuren ook, zie je? Met item frames. Ja. En wat moet daarin? Huh? Ik had echt ook gedacht dat die vis hierin had gemoeten, maar nee. Maar wat is... Oké, bottom chest hebben we nog steeds niet uitgevonden. Wat bottom chest is. Want je hebt deze kist en is er dan niet... Misschien staat hier een hint. Nee, geen hint. Frozen water. Kan dat het zijn? Frozen water... Ja? Ik ga het wel proberen. Denk het niet, toch? Ja! Huh? Het was het wel! Ik krijg een bucket of pufferfish. Ja, ik heb die kot, dus misschien dat we die... Ik dacht dat we die beneden plaatsen, weet je. Maar dat kon niet. Dat kon niet. Jawel. Ja, zie je! Kot. Ja. Oké, dus hebben we... Oh, we hebben een bucket nodig en dan moeten we deze vangen. Ja, nou, ik heb al de hele tijd een bucket. Oh, ja, vang hem. Hoppa, zalm. Er spant er gelijk nog eentje. Oh, nou, dat is fijn. Die moet rechts onderin, denk ik. Nee. Maar waar is... Oh. Ja, oké. En vang die, is die nieuws gespand? Ja, ik heb nu geen... dat kan niet, want ik heb nu geen bucket meer. Oké, dan is er nog 1 clue die we op moeten lossen. Ja, die bottom chest dan toch? Of... Ja, die bottom chest, maar waar is die? Ik heb hem. Waar? Kijk. Oh, mijn god, er zit er gewoon eentje onder. En dat zit in? Een... Oh, my days. Dat is dat... Wauw, dat was gewoon zo obvious dat hij eronder zat. Ja, maar we denken te moeilijk. Hey, level upstairs hallway. Is dat niet wel die kamer nu waar we telkens heen renden? Die hierachter? Nou, ik denk het niet, maar upstairs hallway klinkt gewoon boven, maar... Upstairs hallway, is dat hier inderdaad upstairs gewoon? Hier links? Ja, hier links. Oh ja, tuurlijk. Ja, oké. Nou, nieuwe kamer. Met F5 moet je hierachter zitten, denk ik. Oh, niet eens. Oh, zo, er zijn hier wel veel dingen. Oh, dit is een badkamer hier. Dit is een hele lange gang. Hé, hier zit wat achter. Items can be hidden found inside flower pots. Oké, goed om te weten. Ik heb een blazerot en een clue. Custom recipes were added just for this level. Dus er zijn eigen gemaakte recipes. Huh?
Kijk, dit is een custom recipe. Zie je? Oh, dat moet je hier craften. Oh, ja. Wow, dat werkt ook echt gewoon. Wat weird. Hoezo? Heb je hem dan? Nee. Maar als je hem zeg maar in je boekje, dat boekje erbij haalt. Zie je hem ook al. Zo, ja. Een balkonnetje heb ik hier. Mooi, gezellig. Oké, wat hebben we nog meer? Er zijn zoveel. Ik heb flint. Oké, hierachter is een kist met een brain coral. Ja, you found something in the flower pot, under the poppy. Een dead coral, fire coral. Wat is het? Ja. Dus je moet echt alles uit de dingen halen, telkens. Ja, oké. Okay. Oh mijn god, ik heb de slaapkamer gevonden. Er is zoveel hier. En ik heb hier... nog een recipe. Ja. Ik heb hier een clue met... als je door een kast gaat voor hints, moet je de armor stands kleding afdoen om beter te kunnen kijken. Ja, dat heb ik hier gevonden. De kast. En ik heb ook een clue. Do you feel the wind? Must be coming from that open window. Hier is een open raam. Kan je eens naar de slaapkamer komen? Waarschijnlijk kan ik hier... Oh mijn god, ik kan het dak op. Oh, wat is dit groot. Dit gaat zo ver door. Wow, dit gaat ver door. Hier staat ook een kist nog boven weer met de item frames boven deze kist zijn voor, voor het koraal. Marcus! Hallo! Wat doe je op mijn dak? Ik ben op mijn dak! Oké, wacht even. Oh, daar zit hier ook weer een geheim gangetje. Jezus, een mooie chamatie. Ja, ik ben ook helemaal even... Oh, hier is een kist. Hey, remember this code. Oké, ik moet de code rememberen. Linksboven blauw, rechtsboven paars. Wat? Ik heb hier dan de dingen waar je het in moet zetten. Oké, ja. Wat voor kleur koraal heb jij? Ik heb pink en gewoon dooie. Ik heb roze en dooie. Maar ik heb... Dit is wol, hè? Dit is wol waar ik het over heb. Ja, maar ja, nee, dat snap ik. Remember this code. Ik kan toch gewoon in mijn... Ik doe hem gewoon in mijn inventory. Op die manier. Zo, remember ik hem wel. Maar, kijk. Hier hebben we de kast. Hier. Ja. Dus dan moet je de armor eraf halen, is gezegd. Oh, hierboven. Ja, hier een hint. En een barrel. Oh nee, een iron ingot. Kijk, en dan nog een trapdoor achter. Oh, dat was hem, hè? Ja. Oké, maar kijk, kom eens heel even mee. Ja? Kijk, hier staat dat je de kist hierboven, de item frames, moet gebruiken in de juiste dingen. Oké, maar dan hebben we extra kleuren nodig, ja? Was die blauwe coral. Dus die heb ik hier ingedaan. Ja, ik heb roze en ik heb grijze, maar daar hebben we dus nog... Oh, deze area hebben we nog niet gelokt. Kunnen we hier niet in? Oh, do you remember the code? Ja, die weet ik. Ik heb hem zelfs meegenomen. Kijk, wc-papier, hoe leuk. Oh, hier is een afvoerputje. Hey! Wat? Kan je erin? Huh? Wacht, ik heb een clue gekregen. Enable toggle... Oh, ik heb ook heel veel items inmiddels. Enable toggle sprint in accessibility settings for easier access down into the bathtub. Enable toggle sprint. Dus dat is bij controls. Toggle. Oh, ik snap hem al. Kijk, nu heb ik... Kijk, doe je zo. Nu heb ik sprint getoggled. Ja, dat is voordat je naar de onderkant zwemt. Oh ja! Ah, hier is een... ik heb de coral. Bubble coral is dit. Wat voor kleur? Hij is paars. Ah, nou... Maar dit is misschien voor de recipes, toch? Oh, wat? Nee, wacht! Nee, waar is een paars en jouw code? De rest boven. Hier. Nee. Oké. Okay. Maar ik hoor geen pink, klopt dat? Ja, dat had ik bij die andere ook niet. Maar ik heb inmiddels wel heel veel voor recipes. Kom eens hier. Had jij deze dingen ook al? Hier, die gele, daar, dingen. Welke? Deze. Had jij hier ook al spullen voor? Ja, ik heb deze voor. Kijk, ik zal hem even droppen aan je. Dat jij deze bij je houdt, die heb ik voor je. En die pink ding is daar. Dan kunnen we toch gewoon hier... Heb ik een... Ach, ik moet dat toch wel weer even uitzetten. Hier, kijk, hebben we een roze bloemetje. Dan kan je toch gewoon hier yellow dye van maken. Tuurlijk. En dan... En een boon. Een boon. Ja, boon heb ik nog niet. Maar ik heb wel die voor je. Kijk, hier. Ja, die hou jij gewoon bij je. Want kijk, kan jij mij eens komen assisteren? Want ik had hier ook weer een recipe gevonden. En daar had jij volgens mij ook al wat van. Ja. Hier, achter het bed. Kijk. Jij had volgens mij de flint en steel. En ik had de dead bush. Anders, ja toch? Ja, mag ik en de flint en ik steel heb dan? Een blaze rod. Oh, mag ik de flint en steel voor jou? Dan hou ik deze items bij me. Kijk, maar, want deze kleuren heb je uiteindelijk nodig voor de goede dingen, weet je? Maar hier, jij hebt dan deze denk ik nodig, die blaze rod. Want daar kun je dan dingen ook weer van maken, toch? Of niet? Nee, daar heb ik coal, gunpowder en blaze power voor nodig. Dus blaze power heb ik inderdaad wel, ja. Ik heb bot. Oh, dan kunnen we de eerste maken. Ja. Laten we dat even gelijk doen. Maak het eerste item. Oh, en dat is geel. Kijk, snap ik toch gelijk. Waar moet geel? Rechtsonderin moet geel. Rechtsonderin, oké. Okay. En dan nog eentje. En dat is die laatste, dat is die rode. Die klopt inderdaad. Maar daarvoor hebben we eerst nog een gunpowder nodig. Oké. Die moeten we even vinden. Wacht heel even, want je hebt hier buiten wat gevonden. Ja? Buiten de window, in de closet en op balcony. Balcony heb ik nog niet, ben ik nog niet geweest. Oh, hier, kijk. Ja, de gunpowder. Yeah! Zie je nou wel? Hoezo zie je nou wel? Oké, en dan moesten we maken. Gunpowder. Dat weet ik vooral die. En dan die fire coral. Nou, laten we die in de goede locatie zetten en dan kijken of we een blinkje horen. 1, 2. Hoppakee, Games Room. Dat is sowieso hierboven. Nee, niet hierboven. Waar is de Games Room? hier. Oh, Jezus. De Games Room. Dat gaat ook maar door en het gaat ook maar door, hè, jongens. Is hier ook dan ook die lift weer, of niet? Ik denk het wel.
Ja, hier is de lift. Dit is niveau 3. Kom, laten we de lift vast hierheen komen. Laten we überhaupt weer een uitgang zoeken. Kijk, daar heb je de lift. Wat ontzettend lijkt. Ah, help! Ik kwam in de buurt van de lift, dus ik kreeg levitation. Hey, ik kan eruit. Ik denk niet dat het de bedoeling is, maar... Ofwel. Oh, jawel. Natuurlijk is het de bedoeling. Alles in deze map wat kan is de bedoeling. Ik heb een sneeuwbal gevonden. Oh, wauw. Wat? Ik heb met deze kruisboog precies op dit dingetje geschoten. Ja? En dan heb ik een blazerot gekregen. Echt? Oh, wat lijkt. Ja. Zeker. Moet hij dan misschien hierin? Nee. Oh, ik heb een sneeuwbal. Wacht. Ja, 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 ja. Poolcue, is it? Is that school looking at you funny too? Ja. Maar er is hier niks. Heb jij hier die dingen gevonden al? Of. Hé? Hey? Jij had hier al gekeken? Ja, daar was die kruisboog. Ah, oké. Okay. Hier heb ik een Heart of the Sea. Die moet sowieso links onderin bij die prismarine blok. Juist. Ik heb een enderpearl gevonden. En de enderpearl, die moet... Oh, dat is de van de stronghold. Nee. Met een blaze powder. Maak je een ender eye. Een eye of ender. Ja, dus het is wel goed dat je een blaze power had. Oh, oh, ik dacht al, ik heb het verpest. Oké, dan missen we alleen nog een magma blok. Dus dat is iets in de nether, gok ik. Een dat soort denk ik wel, ja. Mogelijk nether item. Oh, ik heb hier een slijmbal. Huh? Wow, oh, dit is hierboven. Wow, hallo. Maar slijmbal. Oh, dan moeten we magma dinges slijmbal maken, of niet? Kan oh, het... ook met blaze powder. Ja, natuurlijk. Magma cream. Ja, ja. Dan hebben we hem al. Unlock de bedroom. Nog een bedroom. Dat is daar, denk ik, door de deuren hier. Nee, want anders waren ze wel open geweest, hè? Ze zijn open. Maar dit is een klein kamertje. Dit is een gezellig klein kamertje met een balkon. Ja, kijk. Hoppakee, een blok of emerald. Hoppa, we beginnen rijk. Het te leren. We zijn rijk. We zijn heel rijk, ja. Input. Oh, kijk eens deze barrel. Input. Dus ze zou waarschijnlijk in deze... Hier moeten we iets in stoppen. Een music disc, gok ik. Hier is een clue. Clue. Hier is een knop. Aan die flowerpot. Het raining money. De golden nuggets. More. Have you checked outside? More. Huh? More. Oh my days. Have you checked outside? Ja, daar vonden we de... Nee, daar vonden we helemaal niks. Willen die bloemen ons iets zeggen? Weet ik niet. Ik ook niet. Hoeveel stipjes voorzien of zo. Nou, laten we in ieder geval hier eens door deze dingen lopen. Oh, hier is niks. Maar input. Hier moet wat in. Ja, wat moet er in? Weet ik niet. Sowieso, ik wou net zeggen, sowieso wat onder het bed. Block of iron heb ik gevonden. Oké, maar wat moeten we dan mee? Oh. Nee. Oh, hier niks. Wacht, je moet natuurlijk denk ik een... Kijk, hier ligt een golden pressure plate op, dus dan... Ah, drop jij daar je... Wacht, dan drop ik hier mijn ijzer op. IJzer? Ja, hier op deze. Je oh, misschien moet de ijzer in. Nee. Ik pak even wat meer money. Want jij kan een golden maken met die, toch? Ja, ik ga nu een golden blok maken. Misschien moet dat dan wel in de input gewoon. Input? Ja, dat dacht ik nou ook. Nee. Ik dacht hem, doe maar eens in en doe jij... Ik heb de gold en de emerald erin gedaan. Hmm. Hier, een pijl heb maar. Ik. Oh! Ja, diamond! Ah, die moet er ook nog in, denk ik, in de input. Ja! En de Eric! Oh, we gaan naar de zolder. En dat is die trap. Dat is 100% die ene trap. Hier. Kijk, wat? Hier is een... Wat? Een laddertje naar beneden gekomen. Oh, dit is die Eric. Huh? Moet even hier. Oké, dan komen we in die attic terecht. De zolder. Oh my. Jezus. Oké, uit voor die skin. Welke? Oh nee. Oh nee, we hebben een enemy. Laat hem killen. Oh, hij is dood. Oh, hij respawnt. Oké, nou, dan weet je dat. Ik heb hier een houtblokje. Ik nog ga je meer door de painting. Hier hebben we een minecart. Craft all types of minecarts. Ah, dat moeten we doen. Oké. En we hebben in de meanwhile hebben we een... Omdat het op zolder is, een spinnetje. Dat is wel heel leuk bedacht. Ja. Pas op, hij komt naar jou toe. Is hij... Oh, hier. In case you craft too many minecarts. Oh, van een minecart kan je gewoon weer ijzer maken. Dat is weer een ding. Oh! Dat hebben ze gedaan. Van al die spinnen, die droppen iron nuggets. Oh, maar deze. Oké, als jij dat doet, dan zoek ik wel de andere items die we nodig hebben. Blijf jij die spin maar killen. Gunpowder en ook planks. Dus dat is voor kisten en zo allemaal. Dat heb ik al gevonden. Wat heb jij allemaal al gevonden? Ik heb heel veel iron nuggets. Ik heb cobblestone en een paar oak planks. Oké, ik heb nog meer oak planks. Hoeveel oak planks heb jij? Ik heb 5 oak planks. Maar mag ik die? Dan kan ik een kist maken. Er staat hier trouwens ook weer een hint achter de painting. Die moet je zelf ook ja, die heb kijken. Ik. Dat is zeg maar die ene wat ik zeg. Dat als we te veel minecarts maken, kunnen we weer ijzer ervan maken. Maar wat ik kan doen, is nu een crafting table hier. Daar kan ik een kist van maken. Als jij, ik kan... hier heb je een ijzer. Als jij alle minecarts maakt, en dan eentje van mij hoeveel dropt. Hoeveel zou ik er moeten maken? Gewoon genoeg. Nou, er zijn 4 soorten minecarts. Je hebt een chest, TNT, hopper en furnace heb je. Dus als ik die van jou mag. En gewoon een normale. Hier. Kijk. Nu kan ik hiermee minecart with chest maken.
Laat ik die vastplaatsen in item frame. Oké, dat is één. Okay. Dan willen we nog... Oké, nu hebben we nog een ding nodig. De hopper en zo. Oké, een hopper kan ik gevonden. Als jij een hopper inderdaad maakt, dat doe je met ijzeren blokken en een kist. Dus dan heb je nog meer hout nodig. Oh, maar deze. Hier heb ik sand en... Oh, sand is voor de TNT. Waar moeten die minecarts in? Hier, kijk, hierachter. Kijk, we hebben nu al de minecart met kist. Nu moeten we nog de TNT, de hopper, een normale minecart en die met de furnace. Ik heb de normale erin gedaan. En de furnace moet ook nog. Dus we zoeken gewoon alle materialen die we mogelijk nodig hebben. Hier heb ik nog meer hout gevonden. Nog twee hout en dan kunnen we weer een kist maken ermee. Hey, de spin is gedespawned. Dan hebben we waarschijnlijk genoeg iron nuggets. Dan heb jij er zeker heel veel. Ik heb nu nog 3 minecarts. Ja, dat zou genoeg moeten zijn. Hey, nog een gunpowder. Dan kunnen we bijna... We kunnen onderweg voor de TNT. Hier sand en cobblestone. Zo, ze zitten verstopt, ouwe. Ja, ze zitten echt heel goed kijken. Verstopt. Ik heb ook sand en cobblestone. Hoeveel cobblestone heb jij? 4. Jij? 3, hier. Ah, oké, top. Kan ik bijna beginnen aan de furnace. Dan heb ik er nog eentje nodig. Moet ook in de droppers kijken, valt me nu op. Oh, het heeft die dingen verstopt, zeg. Ja, niet normaal. Ja, gunpowder, ook plank, sand en een cobblestone. Ik kan maken nu een furnace. Ik kan weer een kist maken. Maar kist hoef je niet te maken, denk ik. Jawel, dat is voor de hopper. Heb jij die nodig? Hier. Oh ja, tuurlijk. Dus, en nu heb ik een minecart, kan ik inderdaad maken in een, met een furnace. Die ga ik vast plaatsen. Nu hebben we nog nodig de TNT. En dan de hopper. Die heb je ook. Okay, nu alleen nog de TNT. Hoeveel... Ik heb 1 gunpowder. Oh, die mag ik die hebben? Ja, en ik heb 1 cent. Oh, dan zijn we klaar. Oh nee, niet. Dan hebben we nog... Nee, we hebben nog 1 gunpower nodig. Nog eentje maar. Nee, dan de ben je last gunpower, ja. En dan, zijn we, dan hebben we hem. Oh, ik denk dat ik hem zie. Kom eens, ik ga hem nog niet openen. Maar kijk eens, achter deze kist zit er volgens mij eentje. Zie je hem? Ja, de daar laatste gunpowder, natuurlijk! Wow. Oh, wat zat hij goed verstopt. Hier, doe jij maar. Ik heb de dinges voor jou. Ja. Oh, wat zat hij goed verstopt, ouwe, die kisten. Of die barrels. De final floor. Ah, dat is 100% bij die ladder. Dat kan niet anders. Moet wel nu, deze keer. Dat kan niet anders dat we hier nu heen moeten. Oh ja, tuurlijk. Ja, de final floor. Dit is de laatste kamer, jongens. Yay. De finale. En hij is gelukkig mega groot. Oh, oh hier weer allemaal items. Oh, oké. Dit vind ik leuk. Die items zoeken en ergens instoppen. Waarschijnlijk heeft dat weer met kleurcodes te maken. Ik zie daar iets. Ik zie daar een school. Ik heb een banner. Hier kan je 100% achter. Oh. Oh nee, ja, dit is... Ik heb een endcrystal. 1 van de 4. Oh, oké. Ik zie hier wel... Ah, ik moet oppassen, anders ga ik dood. Daar ligt iets. Dat is een skeletonhoofd. Die hebben we nodig. Ja, top. Zien hem? Oh ja. Ja, die hadden we nodig. Top. Moet hij dan hier al in, denk je? Misschien kan je iets vinden. Waar zou die moeten... Dat is... Op de boomblok. Ja. Ja, de boomblok. Natuurlijk. Ja. Ik heb nog steeds brain coral en golden carrot en ice cream cone. Misschien hebben we dat nodig ooit nog een keer. Laten we gewoon inderdaad maar even alles weer checken. Ah, feel free to set your spawn. Dankjewel. Waar? Hier op het bed. Oh, ik heb hier een boekje. Ja, top. Een boekje met niks erin. Helemaal niks. Maar die moet gewoon in een lectern. Oh, nu staan er wel wat in. Huh? Clue. Do mirrors reflect our world or do we reflect theirs? Page 2 will remove the book. Oh, er zijn nog meer lecterns voor nog meer tips. Jeetje, jeetje, jeetje. Ja, hier, ja, hier er is nog een lectern. Oh, hier is er ook nog één. How does one get into the shower? Maybe it is closer than you think. Toggle sprint won't be needed this time. Ik heb een endcrystal gevonden. Hier ga ik nog iets vinden. Oh, een nether portal. Huh? Endportal bedoel ik. Een endportal. Willen we erin of... Wachten nog even. Oké, we wachten nog heel even. Ik heb dan... Waar zag je die lectern hier staan? Oh ja, hier. Dan is hier de nieuwe clue. Ja, en een ding is voor jou. Au. Zo, au. Wat zeg ik nou? How do you respawn the ender dragon again? Hold shift while jumping through paintings held by trapdoors. Hold shift? Huh? Hou shift ingedrukt als je springt door de paintings. En staat hier ook nog wat in, of niet? Ja, ik snap wat ze bedoelen met shift in, want dan komt het door de trapdoors waardoor je er niet doorheen past. Zoals hier moet je waarschijnlijk dat shift. Dan pas je er misschien wel doorheen, weet je? Oh, ja, hier. Oh nee, hier was je denk ik al. Een shears. Can break zombie head. En hier heb ik een zombie head gezien. Waar? Kan je hem breken? Oh, je kan hem breken! Ah! Oh? Ja. Oh, je hebt hem. Ik heb een zombiehoofd nu. Ik had ook een clue. Can things be found in flowerpots? Dus we moeten 100% weer flowerpots gaan legen en mogelijk dingen erin vinden. Welke heb je ook... Maar hoeveel... Ik heb... hoeveel endercrystals heb jij nou? Die heb ik gedropt aan jou. Je hebt er 2 nu. Oh ja, oké. Nee, ik dacht al. Ja, oh, nee, hier weer. Endcrystal. Hey. Ik snap al, we moeten met die endcrystals naar de end. En dan moeten we de enderdragon waarschijnlijk respawnen. Dat zou echt heel lijp zijn. Hier, drop hem achter je. Oh, en dat is het laatste natuurlijk. Dan heb je Minecraft uitgespeeld. Waarschijnlijk wel, ja. En dit is de badkamer. Ik heb een clue en daar staat alleen maar in flowerpots. Ja, daar moeten we waarschijnlijk dingen in vinden, gok ik. Ik heb ook een clue. Can things be... Oh, wacht, dat is een nieuwe. Hier. Is there anything fishy about that other mirror? Oh mijn god, dit is een spiegel inderdaad. Een endcrystal gevonden? Hoeveel heb je er nu? Nou, ik zie... ik heb er 3. En ik heb hier ook weer wat lijps.
Dan moet je even, denk ik, bij me komen. Jij moet ook bij mij komen. En een creeperhoofd. Oké, ik kom al naar jou toe eerst. Er gebeurt zoveel allemaal. Kijk, hier bovenop ligt een boekje. Maar ik kan er niet bij, of wel? Oh, er staat weer niks in. Misschien als ik hem hier weer erin doe dan. Oh, dat is hetzelfde. Do mirrors reflect our world. Kijk, wacht. Hier. Oh ja, sorry. Maar dan hebben we er vier. Ja, dan hebben we er inderdaad vier, maar hier is nog meer. Kijk, je hebt hier een mirror. En dan zie ik dat we... Kijk, want ik zie in die mirror klopt iets niet. En dat is namelijk de bloemetjes die erin zitten. Daar zitten daar twee oranje bloemetjes in. En wij hebben hier geen oranje bloemetjes. Laten we oranje bloemetjes zoeken en die daar plaatsen. Ja. Ik heb hier al één oranje bloemetje gevonden. En flowerpots, flowerpots. We krijgen alleen maar clues over flowerpots. En ik snap het nu. Want het is in die mirror ging het over de flowerpots. Ja, precies. Dus die hebben we gelukkig. Die blijkt heel moeilijk te zijn. Aangezien ze zoveel hints erover geven. Oh, hier is ook de andere oranje. Ja, got hem. Ah, top. Got hem. Dus oké, dan pak oranje. Ik die fern wel uit. Zo. Ja. Psst, empty your helmet slot. Ha? Huh? Huh? Het is een stief. Oh. Huh? Oh, cursed. Cursed. Oh, hij pakt jou vooral. Oh, wat ontzettend cursed. Huh? Hallo. Hallo. Je kan gewoon in de spiegel kijken, wat lijp. Maar kijk, hier is een ladder naar boven. Alleen, hoe komen we daar? Hallo. Hallo. Wat goed zeg, dat in de spiegel, dat je jezelf in de spiegel kan zien. Maar, wat moeten we daar nou mee? Ja, kijk, het ding is, ik zie hier, zie ik een creeperhoofd hierachter. Ja. Poeh, jeetje. Moeten we er niet ingaan met die endcreeper? Hé, nou ben ik hier weg. Wat gebeurt er? Oh, nee. Omdat ik de kamer uitging. Ah! Wat? Wat gebeurt? Maar wacht, ik heb een playerhead. Oh, je mag de kamer niet uit. Dan gaat hij irritant doen. Ik ga het gewoon doen. Doei. Oh, maar deze. Wat een geluid. Ik ga ook de kamer uit. Wat is dit voor blokje? Is dit... Huh? We zijn hoofd aan het zoeken. Oh, natuurlijk. En die andere player. Oh, omdat het dus een one-player game officieel is. Nou, officieel natuurlijk. Je kan het in eentje spelen, dus je hebt niet meerdere hoofden nodig. Kijk, en de hier deze. De TNT. Dan komt hier de dragon natuurlijk. En dit is een wither skull. Oké. Okay. Doe hier eens een ding. Heb je hier al een boekje in gedaan? Wacht. Ik ga hem even pakken. Ba-da-ba-ba-ba. Wat staat er dan in? Dat ga ik wel lezen. Clue. How does one get into the shower? Maybe it is closer than you think. Toggle sprint won't be needed this time. Oké, dus dat is wel dit. Hier, kijk. Het is wel dit hier. Maar ja, hoe kom je daar? Maybe it's closer than you think. Waar stond dat? Oh, wacht. Kijk. Oh, kijk. Kan jij dat ding activeren als ik daar net spring, oké? Okay? Maar ja, het is een single player. Ja, maar dat gaat het soms niet zijn. Kijk. Dat is het toch dan? Maybe it's closer than you think. In plaats van bij de show. Waar stond dat boekje? Daar in die main ruimte. Ja, als ik hier wegga, dan is dat vervelende geluid. Dus... Ja, maar dat is alleen als ik ook in deze kamer zit. Als ik meeloop, hoor ik het ook niet meer. Ah, oké. Okay. Oh ja. We missen iets. Trapdoors checken, allemaal. It's closer than you think, werd er gezegd. Ik heb hier iets. Wat heb je? Onder een trapdoor zit een gang. Ja? Dit gaat naar boven hier. Oh, wacht. Hey, ik ben bij de creeperhead. Huh? Maar hoe kom je daar? Wacht, ga ik je laten zien. Oh, ik snap hem al. Is het een geheime doorgang? Daarom, maybe it's closer than you think. En kunnen we nu die uitgang zeker daar gebruiken? Ben ik hier. Ja, nou kun je hier... Het is een uitgang. En niet een ingang. Nou, oké, dan hebben we in ieder geval dit gehad. Dan heb je de creeper head. Nu de... Ja. Laten we nu gewoon de end in gaan, I guess. Right? Ja, laten we gewoon de end in gaan. Ik denk het wel, toch? 1, 2, laten we gaan. Hoppakee. Oh. Oeh. En alles ontploft. Ik heb Iron Bars gekregen. Waarom is mijn POV zo kut? Heb je dat ook? Nou ja, je hebt sprint gekregen. Ja, oeh, maar de POV is heel vervelend. Maar... Wat moeten we doen? Hoe gaan we hem killen? Waar is hij überhaupt? Ja, hij heeft 1 health, dus ik denk dat... Ik heb Iron Bars gekregen, jij ook? Maar hoe recraft je ook weer de... Moeten die dingen misschien plaatsen? Misschien moeten we hem healen, dat het is. Ja, dat kan. En die moet je hier... Ah! Hij ontplofte. Oh. Wacht, misschien zijn er ladders naar boven op deze dingen. Oh, je wordt teruggeteleporteerd als je te ver gaat. Zo, jongens, de POV staat weer goed. Oh, shit. Oh, ik heb... maak ze boos. Ik maak ze boos. Ah, Robin! Ah! Oh, ik heb een enderpearl. Oh, en dan moeten we misschien naar boven enderpearlen. Wat doe je? Je gaat dood, Robin. Robin. Nee, ze geven geen damage. Echt niet? Oh. Misschien kunnen we ze wel killen. Ze geven inderdaad geen damage. Maar die draak moet toch hierheen komen? Kijk, daar komt hij, daar komt hij. Dan kunnen we hem slaan. Dan kunnen we hem inderdaad slaan. Pak hem! Ja! Ah, 3D End. Oké. Maar wat moesten we dan met die End Crystals doen? Misschien dropt hij wel iets wat we nodig hebben. Ik word helemaal gek van die Endermans. Echt waar. Oh! Ja, nu kunnen we hierin. En dan?
Nou, dan krijg je de end credits. Oké, die skip ik gewoon. Nou hebben we natuurlijk de Dragonhead. Ja, maar waar hebben we die crystals dan voor nodig? Dat vraag ik me af. Om hem normaal te spawnen, maar... Zeg maar, ja. Zo. En dan de Wither, daar hebben we... Wither. Hmm. Hier heb je wel een Wither Rose, maar... Oh! Jemig! Jemig, waar komt die vandaan ineens? Die Wither Rose. Ik zag het. Oké, laten we plaatsen. Gaat dit het einde zijn? Hebben we hem uitgespeeld? Komt-ie. 3, 2, 1. Nee! Workspace is er nog meer, level 11. Ik dacht dat we hem hadden. Hey, Creeper. Hallo, Creeper. Hey, wat is dit? Oh mijn god, er zijn zoveel itemframes daar. Er staat een sign hier. Hint, come back here when you finish this level. Oh, this level. Er is meer. Het huilt niet op. Niet vanzelf. Hey, ik heb een clue. These clues have multiple uses. Oké. En dat is een papiertje een keertje. Oh, dat is iets nieuws dus. Dat is nieuw. Maar, kijk, in de chat staat ook... Elevator has now fully... Fully operational. Dus we kunnen heen en weer als we willen. Zullen we de lift gewoon eens één keer nemen? Dat is ook hint. Zullen we de lift gewoon eens een keer nemen? Voor lol. We hebben hem nog geen één keer gebruikt. Kom, Thuis, gaan we naar de eerste verdieping. Hier heb je... Thuis, de lift! Oké, dan! Kijk hoe lijp dit gedaan is. Ja, dit is dat heel je gewoon vet. Met de lift naar de eerste verdieping weer gaat, waar we ooit gewoon begonnen. Kijk, daar zijn we weer. Dit is de eerste verdieping. Nee, Thuis! Thuis! Kom weer terug, Thuis. Ja, oké, verdieping 4. Wat leuk dat de lift nu ook gewoon, fully operational is. Oké, ik heb hier weer allemaal itemframes gevonden. Weet ik veel wat, buttons, die deuren of koelkastjes openen lijkt wel. Laundry room, oké. Maar wat ga ik hier vinden? Nog een clue met een papiertje. Chuck the dirty armor into the washing machine. Oh mijn god, kom eens. Dit is schone armor, denk ik. En hebben we ook vieze armor? Of is dit vieze armor? Nee, dit is vies en dit is schoon, denk ik. Oh ja, dirty. Oké, laat ik even alles wegdoen. Ah. Oké, als jij hem open doet, dan drop ik het erin. Ja. Die erin, nog een keer droppen. Open. Die erin, nog een keer droppen. Die erin. En dan? Is het dan schoon? Of? Ja, weet ik veel. Ja, hij clean pants! Het is schoon geworden. Oké, moet ik dat dan weer ophangen hier of zo? Nee, ja, dan moet je het hier op doen, denk ik. Wacht, en hier, deze helm moet ook nog. Moet die helm ook nog schoon? Oh, dit is ook dirty. Deze. Dit is allemaal dirty. Oh, ik klik wel. Ja. Als jij het erin dropt, klik ik wel. Waar is die helm? Heb jij die helm? Ja, die heb ik erop gedaan alweer. Is het schoon allemaal? Ja, het is schoon. Oké, dan kan je het allemaal hierop doen. Je chestplate heb je aan. En je hebt de broek. Er is geen broek. Oh, ja, maar misschien moest het hier helemaal niet heen. Of hierin. Huh? Ah. Maar ik denk toch dat we iets met die lift ook moeten, hoor. Ja? Ja, misschien dat hij gewoon... Het is geen hint. Het is gewoon, hij is fully operational. Oh, ik heb een hint gevonden hier weer. Did you notice? The elevator is now fully operational. Give it a ride. Stand next to the buttons in the elevator to get on top of it. Ik denk dat dat gewoon is, zodat we weten dat we helemaal naar beneden kunnen. Er is hier een vloer. Ja? Hier. Met een chest erin. Die wij nog niet gehad hebben. Ja. Ja, ik ben op die vloer. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik moest naar die bepaalde vloer toe. Ja? Maar, ja. Ja, goed. Mooi. Ja. Ik snap het. En daar kwam je niet gekregen? Helemaal. Oh, waar ben je? Oh, hier. Wat een banner gekregen? Pattern. Met skull. Skull charge. Skull charge. Is dat een skull? Oh, kijk. Dit is een skull. Nee, dat zie je toch? Dit is een skull. Kan je daarop schieten? Je hebt een bow and arrow, zag maar ik. Dit is gewoon een gele boog. Meer niet. Een gele banner bedoel ik. Nee, er staat een skull op. Nou, nee hoor. Bij mij staat er overduidelijk een schedel. Het werkt, zie je? Het was een ping. We hebben voor elke banner een object nodig. Bij mij zijn alle patterns nu blank. Hoe kan dat? Oh, nee. Wat staat hierop? Op die blauwe? Oh, nee. Een Minecraft wereldje. Gewoon letterlijk een wereldje. Oh, kijk. Deze world. Ah, you... Keep going. No! We draaien hem los. Ja. Huh? Wat doet dat? Ga door. Harder. Ja! Oh! Nog harder! Nog harder! Oh, dat kan niet meer, hij is klaar. Huh? We hebben het plafond gesloopt. Maar, hè? Dat was hem of zo. Weet je dat zeker? Ja, volgens mij wel, hè? Maar wat heeft het gedaan? Wat grappig gedaan, moet ik echt zeggen. Even kijken, want jij, had jij nou al hints gevonden, of niet? Ja, oh, wacht, ik heb de banner pattern van een globe. Oh, my days. Die moet dan hier, ja. Oké, ik heb clues. These clues have multiple values. En de dirty armor nog steeds. Is er niet... These clues have multiple values. En het is papier. Ja. Want met papier maak je zo'n banner pattern. Oh mijn god, ik kan... Oh, dan hebben we bloemetjes. Dat is goed voor jou. Goed voor jou, Robin. Hebben we bloemetjes nodig. Kijk. Waarmee kan ik dat maken? Dat kan je met die... Gewoon in je inventory. Nee, hè?
heb ik een crafting table nodig. Ik heb wel een crafting table ervoor nodig, anders werkt het niet. Gewoon een papiertje met dat bloemetje. Flower charge heb ik nu gekregen. Ja, dus dat is... Dan moeten we een banner zoeken met een flower, maar ik zie geen dingen meer. Ja, hier! Yeah! Ja! Joepie! Oké, Clue, check de dirty armor. Dan heb ik nog een creeperhoofd en een enchanted golden apple hebben we nog nodig. Een creeperhoofd? Ja, jij hebt toch we hebben een creeper banner. Ja, maar we hebben geen creeperhoofd. Ha? Huh? Wat? Ik zat even op mijn andere scherm en ik klik terug en hup. Huh? Oh, maar deze. Oh, wacht, laten we ze allemaal boekenkasten maken. Ja, hier, een banner pattern voor Ender Dragon. Wat droog! Oh, maar deze. Heb jij er ook altijd gekregen, of? Nee. Nee, dit was hem. Wat heb je? Ender Dragon. En dat is volgens mij... Deze. Deze. Niet. Ja, oké, nu missen we nog de creeperhoofd, deze Mojang logo hier. En that's it volgens mij. Mojang logo, creeperhoofd. Ja, dat was hem. Mojang logo en creeperhoofd. Hier heb je een golden apple. Huh? Waar? Hier. Oh mijn god, ja, dan kan ik, daarmee kan ik maken. Met die clue, kijk, kan ik een ting. En een ting is denk ik voor de Mojang. Ja, of course. Ze missen alleen nog maar een creeperhoofd en een papiertje. Of die moeten we dus... Nee, die moeten we ook gaan craften. Dus we moeten nog één papiertje hebben. Oh. Clue, check the other bookshelf. Ja, oké, dat is hier links. Maar dan, nu hebben we alleen nog maar een creeperhoofd nodig. Maar ik heb nu een papiertje dus. Ja, oké. Nu hebben we alleen nog maar het creeperhoofd nodig. That's it. Maar we hebben met alles hebben we wat kunnen doen, behalve die was, of niet? Ja, dus het heeft waarschijnlijk met de was te maken. Nou, ik ga het gewoon allemaal op andere dingen doen. Oh, did you remember which armor stand wore which armor pieces? Oh, nee. Ja, show. Nou, ik niet. Ik wel, kijk. Komt ie, hè? Let op. Let je op? Let op. Ja. Tada! Kijk, het gaat alleen om de chestplate en om de broek, toch? Hadden ze allebei een helm op en schoenen? Ja, want waar kwamen die anders vandaan? Dirty shirt, deze is gewoon nog vies! Oh. Oh, maar deze, we zijn er eentje vergeten te wassen. Ja, die is nu schoon. Oké. Okay. Zo, 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 zo. Ik heb hem opgedaan. Mooi. Mooi, hè? Zo, zo, zo. Oh! Ah, creeperhoofd. Ah. En een papiertje. Aim for the armor stand torso to take its hand items. Jij hebt de boog. Oh. Nee. Laat maar. Moet gewoon klikken. Oké, okay, maak hem maar. De escape. Ja. Oh, ik wil escapen. Ik wil ook echt escapen. Wat moeten we hier doen? Hint. Come back here when you finish the... Ja, oké, okay, dat hebben we al gedaan. Oh, de andere overige items die we allemaal nog hebben. Oh! Wat heb je allemaal? Endstone. Ja. Oh, plaats maar. Iron. Ik heb een coral. Boog. Chainmail helmet. Music disc. Dat is geen music disc. Ja, daar staat het toch. Music disc. Ice cream cone. Hoeveel items heb je nog? Niks. Ik heb er nog, een enderpearl. En iron bars. Ja, ik heb... Twee keer iron bars. En dan? Oh, nee, dat klopt niet. Hier. Hand. Oh. Wacht, oh, je zult toch niet alles... Wat? Nee, je kunt het er ook niet meer uithalen. Nee. Jij loser. Escape the house! Oh, de tijd gaat af! Ah! Oh! Ah! De lift, shit! De lift! We hebben maar eventjes de tijd, lijkt wel. Nou, 1! Ik denk dat dat de bedoeling is, dat die tijd loopt af. Moet je nagaan, als we dat pas hadden gezien, als die een klein streepje was. Oh, maar deze. Rennen! Sneller, kom lift! Op, lift! Sneller! Zullen we zien dat we nu op een hele andere floor uitkomen? Ja! Nee! Misschien moeten we naar die gang waar jij elke keer al naartoe wilt. Oh ja, die gang, de 100%. Is die open? Nee! Oh nee, oh nee. Hier, hier, bij het Flower House. Hier, hier, achter. Flower House, achter je! Achter je! Oh shit! Is hier een uitgang? Oh. Ja, we zijn ontsnapt! Ja! Yeah! Nummer yeah! Robin! Wat ben ik blij dat ik dat nog net op tijd zag, dat die opening er was. Oh my days, we zijn ontsnapt uit het huis. Nou, Mikhaya en Glixeloek. Jezus Christus, wat een lijpe map dit. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n lijpe custom Minecraft map gespeeld, denk ik. Ik ook niet. Deze was zo ontzettend lijp. Ja. Marcus en zijn vriend haasten zich door de lift naar beneden. Het kon niet snel genoeg voor ze gaan. En ze zochten hun uitweg. En die vonden ze bij de kas, bij de bloemenplek, waar het allemaal bijna... Nou ja, daar begon het niet helemaal... Nee, ik ben in de war. Maakt niet uit. Ze gingen naar buiten en ze waren vrij. Ze waren vrij van de verschrikkelijke sneeuwman die hun daar had opgesloten. Ja, dat was het. Slaap lekker! Doei!